Door de schorsing van Mike de Wierik keerde Milano Koenders terug in de basis. Koenders was dit seizoen door een knieblessure lang uitgeschakeld en baalde na afloop van de nederlaag. Ja, heel erg zuur. Ik denk dat als je naar ons spel kijkt, dat we eerste half uur of eerste helft eigenlijk gewoon 4-5 klassen beter zijn als Heerenveen. En dan is het heel vervelend dat er uit de corner één moment van onoplettendheid een goal valt. Ja, één kans in je doelpunt. Ja, erg effectief waren ze. En ja, dat moet er gewoon uit bij ons. We spelen, vind ik, de laatste weken gewoon goed voetbal. Maar ja, er is een wet in het voetbal. Als je zelf niet scoort, dan krijg je hem tegen. En ja, je zult zien hem vandaag maar weer. En nu heb jij lange tijd van de kant toegezien hoe de ploeg het doet. En het is een beetje telkens hetzelfde verhaal, vind je niet? Ja, klopt. Ik denk dat we vandaag ook gewoon weer een goede wedstrijd neerzetten. Maar ja, met goede wedstrijden koop je geen punten. Dit jaar moeten we gewoon punten pakken. En als je dan net als vorige week de laatste minuut weggeeft en nu in de tweede helft gewoon zo'n vervelend doelpunt tegenkrijgt, dan word je niet vrolijk van, nee. En de wedstrijd vandaag later, hoe gaat het met jezelf? Ja, gaat goed. Ik denk dat ik deze wedstrijd goed heb doorstaan. Ik heb denk al mijn persoonlijke duels gewonnen. Ik heb aanvallend mijn steentje proberen bij te dragen. Ik ben goed op weg. Fit, 100% fit. Op laatst werd kramp? Ja, op het laatst had ik inderdaad wat kramp. Dat komt denk ik door de wedstrijdritme. Maar ja, zoals ik net al aangaf, de linker buitenspeler van Heerenveen is niet gevaarlijk geweest. Dus mijn taak is volbracht vandaag. Maar dat is wel lekker, hè? Kom je er weer in, mag je direct rechtsback spelen. Direct lief gaan. Ja, het is een lekkere positie. Je kan aanvallend je bijdrage leveren. En ja, ik ben een speler die graag wil voetballen. En als ik daar aanvallend wat kan brengen, is dat alleen maar mooi. Ja, de afgelopen maanden stond je aan de kant. Verdediging heeft aardig gedaan. Hoe zie je jouw rol voor de rest van het seizoen? Nou, mijn rol is duidelijk. Zorg dat ik heel snel weer in de basis kom. Ik ken mijn eigen kwaliteiten. En zoals ik in een eerder interview met jou heb aangegeven, ik weet dat als ik gewoon 100% fit ben, dat ik mijn basisplaats wel weet te behouden. Het is moeilijk geweest de afgelopen maanden? Ja, het was inderdaad een moeilijke periode. Daarom vond ik het extra mooi dat ik vandaag weer mocht beginnen. En ik was heel erg hongerig om te laten zien wat ik kan. En ik denk dat het redelijk is gelukt.